Welkom allemaal. Ja, eindelijk, daar zijn we weer. Met het Sinterklaasjournaal van Nederweert. Op zondag 17 november om 2 uur meert Sinterklaas aan op Steer. We gaan even een kijkje nemen naar Golf en Foof of die ze klaar zijn met de voorbereidingen. Hey, Annie. Hey, Annie. Daar zijn we weer. Annie, we staan hier op jouw kade, de Annie Knapenkade. En ook dit jaar komt Sinterklaas hier weer door het kanaal aan bij de waterscouting. We zijn even aan het kijken of alles al in orde is, maar zo te zien gaat het een mooi feest worden. Het weer is nu goed, hopelijk zondag ook. En wij zijn er klaar voor, maar er gaat iets veranderen, niet waar, Volf? Ja, Sinterklaas gaat dit jaar niet met de koets naar het Pinnenhof, maar naar de kerk op Butschop. Dus we gaan denk ik ook dadelijk even daar kijken. Gaan we daar even kijken? Maar hij gaat met de koets? Met de koets gaat hij naar de kerk in Butschop. En gaan wij nu ook met die koets? Of? Nee, de koets is er helaas niet. Oké, nou dan doen we dat zondag. Dus wij gaan nu naar de kerk kijken of daar alles in orde is. Ja, we staan bij de kerk van Butschop. Dus zullen we eens even gaan kijken hoe ja, het eruit ziet? Zeker. Ja? Dus op het trapje. Nog meer trap. Doen. Wist jij trouwens dat ik hier, toen ik heel klein was, mijn communie gedaan heb in deze kerk? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat kun je niet weten natuurlijk, hè? Toen was ik er nog niet. Toen was jij er nog niet. Oeh. Wat galant is. Nou, kom Dank binnen. Dankjewel. Ik zal de deur even een beetje open houden. Zo, kom maar. Mooi. Volg, waar zijn we nu? Ja, we zijn in de kerk, in Butschop. Ja. En hier moet het gaan gebeuren dit jaar. Hier gaat het gebeuren. Dus hier komt Sinterklaas binnen. Ja. Vanuit de koets. Ja, hier naar boven. Moet je wel uitkijken met de trap dus. Uitkijken voor het trapje. Ja, voorzichtig doen. Ander. En dan denk ik dat we hier naar de grote zaal gaan. Naar de grote zaal? Ja. Nou kinderen, hier is de grote zaal. We zijn al van alles op aan bouwen. Ja. Oh, wat is hier? Is flink vol. Is dat ook voor ons of is dat... Nee, dit is voor de krottenpoffers. Die hebben nog voorstellingen. Oh, de krottenpoffers hebben het weekend dat Sinterklaas hier, hebben die nog de voorstelling. Ja, en dan komt Sinterklaas binnen. Het zijn nog kaartjes hoor. Oh, goed om te weten. Dus ik denk dat ze ook nog wel wat Sinterklaasversiering misschien... Ja. Het is wel groot. Ze kunnen veel kinderen in. Zeker. Achter dit gordijn waar wij niet mogen kijken is straks het podium. Hè? Sinterklaas, podium. Kom het podium, ja. Optredens. Ja. Swingen. Stoel, denk ik, voor Sinterklaas. Stoel voor Sinterklaas. Eigenlijk is het gewoon net zoals in het Pinhof. Ja. Mooi podium. Keetjes beneden. Achter staat de bar. Voor de grote en de kleintjes wat altijd goed. Eten en te drinken. Ja. Er staan stoelen. Dus eventueel voor mensen die nog kunnen zitten misschien. Genoeg dansplek. Ik denk wel dat het... goed is. Ik denk dat het hier wel gaat lukken. Ja? Ja, zullen wij dan toch stiekem achter het gordijn gaan kijken? Stiekem wel? Ja. Oké. Trouwens, leuk kleren heb je daar. Thanks. Ja. Jij ook. Ja, dank je. Dank je wel voor de fijne rondleiding, Fofa Rolf. Dat ziet er al goed uit. Laten we ook eens kijken of Sinterklaas al onderweg is naar Nederweert. Sinterklaas, bent u daar? Oh, hallo, Annie. Blij dat ik jou weer los. Maar natuurlijk zijn wij onderweg naar Nederland en ook naar Nederweert. Aankomende zondag zullen we zoals altijd aankomen aan de kade bij Steer. Ik kan nu al niet wachten om iedereen weer te zien na een jaar. Ik begreep van mijn Pietie dat we dit jaar niet naar de Pinnenhof gaan, maar naar de kerk in Butschop. Zorgen jullie er wel voor dat het daar een beetje gezellig aangekleed is als ik aankom? Dat is fijn om te horen, Sinterklaas. Wij kunnen natuurlijk ook niet wachten. Rolf en Foof zijn al bezig om de kerk leuk te versieren voor uw aankomst. Jullie horen het. Zondag komt Sinterklaas aan in Nederweert. Aan de kade bij Steer. Daarna kan iedereen hem komen begroeten in de kerk in Butschop. Zoals jullie van Foof en Rolf hebben gehoord. Dan is het nu
tijd om even te luisteren naar het korte nieuws. Vandaag in het korte nieuws. Bij bakkerij Tommy zijn ze de afgelopen dagen volop aan het bakken voor een wel heel speciale klant. Ene meneer S. Klaas. Hij heeft namelijk een gigantische bestelling geplaatst aan, hier gaat het al, pepernoten. En dan hebben we ook nog de websitebouwers van Glendy zijn bezig met een speciale navigatie-app voor Pieten. Zo weten ze precies jouw schoen te vinden. Dat was het Nederweerter Sinterklaasjournaal voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot morgen.